Deze nieuwsuitzending is in de serie Weltschmerz. Dat is een serie die ik ben gestart nadat ik ben gestopt met het drinken van belachelijk veel alcohol en het roken van ongeveer 4 euro wiet per dag. Dus je kan stellen dat ik iets van en hoeveel het alcohol kostte mij, alles bij elkaar, want ik ging ook nog naar de kroeg, maar een tientje per dag. Zeg maar 300 euro in de maand. Nou, die wiet was dan 4 euro per dag. Dat is dan 120 euro in de maand. Dat is 420 euro. En dan nog een pakje check in de 5 dagen. Dus zeg maar 6 pakjes check. Zeg 7 pakjes check per maand. Dus dan reken ik even een tientje voor een pakje check. Dat is dan alles bij elkaar, 420 plus 70, dus 490 euro in de maand op vakantie in mijn eigen IKEA-bed. Oh, wat heb ik veel gesopen, zeg. Heel verhelderend was dat. Maar dat doe ik nou niet meer. Het was op een zondagavond dat ik mijn laatste slok bier nam en tegen mezelf zei, wel te rusten. De wiet was ook op. En ik zei tegen mezelf, morgenochtend als je wakker wordt, is er geen alcohol en geen wiet. Je doet maar wat anders, maar dit doe je niet. En zo geschiedde. Dat is nu alweer bijna 6 weken geleden. 5,5 of zo. Kost me geen moeite, by the way. Ben lekker aan het opruimen. Ik ben nu in mijn woonkamer bezig met mijn kledingkast. Heb ik alle kleding eruit gehaald. En geconstateerd, dit kan wel weg, dat kan wel weg, dat kan wel weg. Hup, hup, hup. En de rest wat ik overgehouden heb, dat moet even opgevouwen worden. En de kast moet even schoon van binnen, alle stof eruit. Nou, zo heb ik nog wel meer van dat projectje staan. De badkamer, die is ook aan de beurt. Wel lekker cleanen. Beneden de box, is een opslag dingenruimte. Zat er vol met troep. Al die junk moet eruit. Ik moet naar de stort om de Wim Kruidentuin even bellen. Kortom, het is een kwestie van opruimen. Want dat ik zo ontzettend veel liep te suiperen, dat had alles te maken met een woede, een ontevreden, een dysforie. Zeg maar. Dus je hebt dus euforie, maar je hebt ook een dysforie. Dat betekent dat je niet euforisch bent. Ja, een ontevredenheid. Ongelukkigheid of zo. Ongelukkigheid met de rotzooi waarin we ons bevinden. En die zondagavond, toen vond ik het genoeg geweest. Dat het een rotzooi is, daar kan ik niks aan veranderen. Maar wat ik wel kan veranderen, is dat ik zo belachelijk veel alcohol drink. De raison, toch bijna 500 euro in de maand. Hè? Alles bij elkaar met tabak en wiet en alcohol. Ja, op een dag is het genoeg geweest. Hè? Dus dat doe ik nou niet meer. Ik heb nog wel dagelijkse kosten, maar dat betreft dan eten. En drinken, ja, dus ik drink de godganse tijd thee. Ja, melk drink ik dan. Ruim een halve liter melk per dag, maar ja. Dus dan koop van die hele goedkope melk. Zo ongeveer 45 cent melk per dag. Ja, dat keer 30, dus 12, 13 euro in de maand. En voor de rest lurp ik thee. Nu ook, ik zit thee te drinken tijdens dat ik een opname doe. Een warm eten en een middag eten. Ja. Dan praat je over euro's, meer niet. En een mens moet toch wat, hè? De Belastingdienst die is erachter gekomen dat ik niet langer meewerk. En, ik
Ik vraag me af of ze mij gevangenisstraf gaan bezorgen of dat we gaan praten over een afbetalingsregeling. Ik denk dat ze eieren kiezen voor hun geld. Maar dat zien we dan wel weer. Ik ga het over een heel andere boeg gooien met mijn leven. Dus, dat was nodig. En zo is het. Iedere Weltschmerz-uitzending gaat over een onderwerp waar ik het eerder over heb gehad. In oudere uitzendingen, waarin ik nog onder invloed was. En nu ga ik het hebben over het begrip jeugdtrauma. En wat je eraan moet doen. Het eerste wat ik erover wil zeggen is dat je er wat aan moet doen. Dat is erg belangrijk. Mensen met een jeugdtrauma, dus als je dat opgelopen hebt, die moeten daar wat aan doen. Dat moeten ze zelf doen. Mensen die in hun jeugd een trauma hebben opgelopen, die konden daar op dat moment niks aan doen. Dat geeft je een gevoel van hopeloosheid. Een hulpeloosheid. Dus je kan er niks aan doen. Je wordt gepest door je eigen ouders. Je wordt gepest door degene waar je afhankelijk van bent. Dus daar kan je niet eens bij weg. Dus je kan niet anders als kind door te accepteren dat je gepest wordt. Door degene waar je van afhankelijk bent. Dat is niet te verdragen. Dus wat er dan gebeurt met jou als mens, is dat je die pestmomenten, die gebeuren, nou op dat moment gebeurt het, dat is heel vervelend, hè? En dan is zo'n pestgebeurtenis voorbij. En dan heb je de herinnering aan de pestgebeurtenis. Maar dat is alleen maar de herinnering. En jouw lichaam is zo ingesteld dat zo'n herinnering, die kan in een kastje worden gedaan. Achter een klepje. Op zijn Engels heet dat to compartimentaliseren op zijn Nederlands. Compartimentalization of zo. Compartmentalized op zijn Engels. Je brein is in staat om compartimenten te creëren waarin dingen gestopt kunnen worden waar je eventjes niet aan wil denken. Want dat ga ik later nog wel wat mee doen, maar nu even niet. Ik doe alsof er niks gebeurd is. Wegstoppen, kan je het ook noemen. Het is volledig natuurlijk, normaal. Het is een overlevingsmechanisme. Voor je brein, anders krijg je kortsluiting. Maar die herinnering gaat niet weg. Daarmee. Die lijkt schijnbaar weg. Je hebt hem weggestopt. Maar hij is niet weg. En het vervelende is dat jij met die herinnering het bewijs hebt dat jij terecht boos bent, verdrietig bent, dysforisch bent, ontevreden bent, ongelukkig bent met het gedrag van je ouders. Het zij van mama, het zij van papa, het zij van allebei. Of de ander die voor jou de verantwoordelijkheid had moeten nemen, je verzorger. Je ouders zijn omgekomen bij een verkeersongeluk en oom Gert en tante Gerda, die hebben zich toen over jou ontfermd. En dan kan het ook gebeuren.
En daar moet je wat aan doen. Als je volwassen bent. Eigenlijk kan je zeggen, daar moet je wat aan doen als je in je puberteit komt. Want in principe zijn mensen met hun 14e jaar zo goed als volwassen. Nog niet helemaal, maar nou, ze goed zijn, ze goed te eten hebben gekregen. En ook goed geestelijk voedsel hebben gekregen. Zijn ze met hun 14e behoorlijk volwassen, hoor. Daar sta je van te kijken. Met mijn kind heb ik dat gezien, hè. Ja, dat ging goed. Ik ben er heel tevreden mee hoe zij zich ontwikkeld heeft. En die heeft een jeugdtrauma. En die is bij de psychiater geweest. Voor dat trauma. Die laatste connectie legt zij denk ik nog niet. Maar ik heb weer contact met haar. Dat contact tussen mij en haar is ook met die zuipperiode. Dat heeft haar niet veel bijgedragen. Maar ja, nu drink ik niet meer. En ik rook niet meer. Want die ochtend, die maandagochtend, dat er geen alcohol en geen wiet meer was, toen had ik nog wel een half pakje Shag. Daar heb ik nog een week mee gedaan. By the way. Hele dunne Shagjes gedraaid. En toen was dat ook op. Mijn tante Irene, die zei nog van, nou, dan ben je dus met van alles gestopt. Ja, want ik dronk ook al geen koffie meer. Dus. En ik had nog een beetje suiker in huis voor in de thee. Nou, dat doe ik dus ook niet meer. Al de gedoe. Dus met mijn kind ben ik weer op speaking terms. En volgende week vrijdag komt ze weer bij me eten. Als we daar een soort vaste afspraak van weten te maken. Voor half vast, maar sowieso. Dan kan ik haar wel door dat laatste stukje heen helpen. Want ik weet wat haar is aangedaan. Door haar bloedeigen moeder. En die bloedeigen moeder heeft een jeugdtrauma. En dat is die bloedeigen moeder aangedaan door haar ouders. Maar die moeder heeft daar niks aan gedaan. En vervolgens dat trauma doorgegeven aan haar eigen kind. Kijk, en dan wordt het akelig voor je karma. De moeder van mijn kind kan dan zeggen, ja, ik ben in mijn jeugd mishandeld en dat is me aangedaan. En dat is maar heel vervelend. Maar dat gaf haar niet en geeft haar niet het recht om dan maar net zo vervelend te gaan doen tegen haar eigen kind. Zij kan niet zeggen, ja, ich habe das nicht gewusst. Want dat wist ze wel, namelijk. Ik zat met haar, die moeder van mijn kind, op relatietherapie. En als ik begon over de kindermishandeling, gewoon door een anekdote op te lepelen, vroeg de therapeut, ik had die man heel goed in de gaten, de ene keer dan mocht zij als eerste... Of als eerste dan mocht zij het gesprek leiden qua onderwerp. Er werd aan haar gevraagd van, en hoe ging het de afgelopen weken? En dan had ze altijd van alles te vertellen. Maar een andere keer was ik weer aan de beurt. Dat wist ik, het was om en om. En ik wist dat ik aan de beurt was. En dan hield ik ook alles goed in de gaten met wat ze uitspookte, die vrouw. En dan lepelde ik dat op. Hè? Ik zei, nou, dit is er gebeurd. En als het dan ging over kindermishandeling, jongen, dan klapte ze uit de vellen. De therapeut moest het tegenhouden en het terugduwen in de stoel. En dan keek hij zo achterom naar mij, terwijl hij dus met haar aan het worstelen was.
onderweg in de stoel te duwen. En dan zei hij tegen mij, begin maar over wat anders, want dit kan ik niet handelen. Ja. Ongelofelijke poesie van een therapeut natuurlijk. Hij had moeten zeggen, nou oké, okay, hij had er gewoon mij moeten laten aanvliegen. Gewoon, hij had er niet tegen moeten houden. En dan was mijn bril gebroken. Dan was hem in mijn gezicht geslagen en alles. En mijn bril kapot. En dan had hij keurig de politie gebeld en gezegd, nou, ik heb hier een akkefietje. Ik ben getuige geweest van ernstige mishandeling door die en die. Want hij wist de voornaam, achternaam, alles. En ik doe even aangifte van geweldpleging in mijn praktijk. Ik heb geprobeerd haar tegen te houden, maar dat lukte niet. Of iets anders. Dat we, als ik dan de volgende keer weer kwam met die vrouw, dat we dan dat hij dan van zijn zakenkosten van die SM enkelbanden en polsbanden had aangeschaft. En dat zij gaat zitten in de stoel. Die zegt van, nou, dan gaan we eventjes de handboeien om. Hè? Want ja, je kan jezelf niet zo goed gedragen, hè? Vrouwtje, vrouwtje, die denkt dat ze moedertje, moedertje is. Want als hij begint over kindermishandeling, dan wil je hem aanvliegen, hè? Ja, bizar was dat. En zij deed daar dus niks aan. Nou, inmiddels gaat het haar financieel voor de wind. Die scheiding heeft haar geen windeieren gelegd. Heeft ze tienduizenden euro's aan overgehouden. Die scheiding heeft mij ongelooflijk hoeveel het geld gekost. Ik werd ook nog het huis uitgezet natuurlijk. Ja, dat is bizar hoor. Als je dat zo. Dat had er alles te maken met die frustratie van mij, hè? Met dat zuipgedrag. Ik denk van Jezus. Ik denk wel vaker Jezus. Maar dan op een positieve manier. Hè? Maar je denkt ook wel eens Jezus. Wat een puinhoop. Doe mij maar een biertje. Maar je moet er wat aan doen. Als je zo'n jeugdtrauma hebt, zoals de moeder van mijn kind, dan moet je wat aan doen. Die mensen, uiteindelijk. De eerste therapeut, dat was een poesie van je welste. Dat was zachte heelmeester, stinkende wonden. Dan kwam die tweede therapeut. Die kwam niet verder dan. En dan had hij nog een assistent erbij op een bepaald moment. Die zei van, ja, kijk, zij houdt, die moeder van mijn kind, zij houdt geen rekening met hem. Nou, dat is maar de halve waarheid natuurlijk. Ze hield geen rekening met mij, en daar heeft hij goed gezien. Ja. Maar ze hield ook geen rekening met het kind. Die verwaarlozing. En ze mishandelde het kind. Kwam ik thuis en had het kind weer een pleister. En dan kwam het verhaal er dan ongeveer uit. Hè? Oh, 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 oh. Dus aan die tweede therapeut heb ik niet veel gehad. En die assistent van hem ook niet. Dus dat is drie, want er niks aan. Ja. Nou, toen had ik er twee en die. Er was een, twee vrouwen waren dat in Nijmegen. Toen was de moeder van mijn kind was zwanger van de tweede. En die wilde zij laten aborteren. Ik wist niet wat ik hoorde. Dat heeft ze dus ook laten doen uiteindelijk. Bij 14 weken of zo. Dus dat wezen in haar buik had al een hartslag en een bloedsomloop. En de hersentjes deden het al. Zo'n totaal levend figuur. Heeft ze laten vermoorden. In Den Haag. Op jullie en mijn kosten, by the way. Kennelijk hebben mensen in Nederland daarvoor
voor gestemd. Van ja, het is het recht van de vrouw om een levend wezen, zolang het nog in haar buik zit, te laten vermoorden op kosten van de samenleving. Ik vind dat vooruitgang voor het menselijke ras. Het ging hier wel om een geestesziek persoon. Ik heb het over jeugdtrauma. En dan zo nuchter als een aap. Hè? Dus je gaat mij niet vertellen dat ik dit soort dingen alleen maar zeg omdat ik onder invloed ben. Want ik drink alleen maar thee. Ja, maar wat voor thee dan? Nou, Basic Breakfast van Albert Heijn. 72 eurocent voor 20 zakjes. En dan maak ik 2 à 3 potten thee van per zakje. Dus eigenlijk drink ik alleen maar heet water met het idee van theesmaak. Geen tabak, geen wiet, geen alcohol. En ook geen spiet en ook geen paddenstoelen. Helemaal niks. Het is wat hoor, jeugdtrauma. Nou, er waren bij die twee vrouwen, want zij was dan zwanger en ze wilde die abortus laten plegen. En zij wilde dan naar het FIOM. En het filiaal van het FIOM, dat hebben ze opgeheven. Maar het FIOM bestaat nog steeds. En OM is ongewenst moederschap. En die I van instituut. En die F is dan van een of andere achternaam. Iets met een F. Instituut, ongewenst moederschap. Zoiets. Maar daar werd het dus vastgesteld. Want mevrouw, u heeft een ernstig jeugdtrauma. En u moet zich zo snel mogelijk onder behandeling stellen. En er werd ook wel waarschuwend bij gezegd van als je dat niet doet, dan worden je problemen in je dagelijks leven alleen maar erger. Nou, het leuk dat ze dat zeiden tegen die moeder van mijn kind. En de moeder van het tweede kind is ook. De moeder van mijn kinderen. En op de weg naar huis in de trein. Toen zei ze. Nou, wanneer ga jij nou eens in therapie? Ik zei, wat, ik? Ja, ze, heb je niet gehoord. Jij hebt een ernstig jeugdtrauma. En jij moet zo snel mogelijk in therapie. Ik zei, nee schat, dat werd tegen jou gezegd. Dan werd ze kwaad, jongen. Ik wist niet wat ik hoorde. Zo ernstig is dat, zo'n jeugdtrauma. En die mensen die krijgen metathesiofobie. Heb ik je weer een mooi nieuw woord geleerd, hè? Veranderingsangst. Metathesiofobie, dat is de officiële term. Dat komt uit het Grieks. Meta is verandering. Of anders. En fobie is angst. Arachnafobie, spinnenangst. Want arachniden. Dat zijn spinnen, spinachtige. Maar metathesiafobie is angst voor verandering. Dus tegen haar werd gezegd: van ja, dat gaat hier niet om een ongewenste zwangerschap. Het gaat hier om een ongewenste verandering. Want je hebt metathesiafobie, je hebt veranderingsangst. En deze aanstaande veranderingen van een nieuw wezen op deze aarde, ja, die kan jij voorkomen met een abortus. Maar veranderingen in het leven in het algemeen niet. Veranderingen komen op je pad en dan gaat het veranderen. En elke verandering zal jou een enorme angst bezorgen en dat komt door jouw jeugdtrauma. Punt. Binnen 2 uren hadden ze dat in de gaten. Nou, ze hadden dat binnen 1 uur al in de gaten. Eigenlijk. En de tweede uur was meer een. Het tweede bezoek was dat dan. Hè? Het was een eerste consult, was misschien 3 kwartier. Los van handjes schudden en wilt u een kopje water?
drie kwartier aan een uur stonden we weer buiten. Maar toen een week later weer terug. En ja, toen hadden ze het al doorgenomen. En toen hebben ze nog wat vragen gesteld. En al na een half uurtje of zo kwam dan van hun kant de vraag van, nou, wij zijn er eigenlijk uit. Zijn er nog dingen die u wil vertellen? Dan vroegen ze aan die moeder. Of wil u horen wat wij ervan denken? Nou, we zijn nu de moeder van mijn kind. Nou, kom maar op. Ik heb verder niks bijzonders meer te vertellen. En toen kwam dat eruit. U heeft een ernstig jeugdtrauma. En u moet u zo snel mogelijk onder behandeling laten stellen. Neem contact op met je huisartsenpraktijk. Zeg dat je een jeugdtrauma hebt. En laat je doorverwijzen naar een psychiater die daar ervaring mee heeft. En het goede nieuws is dat de psychiatrie in de jaren 90 van de vorige eeuw, natuurlijk, heeft zich daar mee bezig gehouden. En zijn met verrassende therapieën gekomen. Die je niet zo 1, 2, 3 zou verwachten. Om mensen weer in het, om mensen uit dat negatieve te krijgen. Je bent in je jeugd, ben je dusdanig behandeld dat een trauma heeft opgeleverd. Maar dat was je jeugd. Het gaat om het nu, waar je nu leeft. En die compartimentalisatie die in je denken zit, die moet aangepakt worden. En die jeugdherinneringen, die moet je accepteren. Het is gebeurd. Jouw ouders hebben dat gedaan. En jij was het slachtoffer. Dat is verleden tijd. Ik zat bijvoorbeeld graag met mijn handen achter mijn hoofd. En dan doe je je handen in je nek. En dan ga je zo lekker een beetje je schouderspieren een beetje uitrekken. Weet je. Dan kon ik lekker zitten. Als ik dat deed met haar in de buurt, dan zei ze, hou er mee op. Ik zei, wat is er aan de hand? Ja, zei ze, dat is een dominante houding en je onderdrukt mij. Zij bleef het slachtoffer. Zij was nog steeds het slachtoffer, maar dat is ze al lang niet meer. Sterker nog, ze is inmiddels de dader geworden. Ja, en dat worden traantjes. Hè? En in het geval van dit persoon denk ik, omdat ze destijds, en het is nu 11 jaar geleden, daar heeft ze dat advies van die twee dames in Nijmegen, van het FIOM, in de wind geslagen. En lekker op de eigen manier doorgegaan. Ja, en nu nog in therapie? Dus ik denk dat dat too little too late is. Maar ik ben geen psychiater. En ik denk ook wel dat als ze nu uit zichzelf die stap zou zetten, dat het altijd goed. Hè? Maar waarom zou ze dat doen? Die scheiding heeft haar geen windeieren gelegd. En ja, het huis is, het ouderlijk huis, het is helemaal vervuild en verslonst. En het is een ontzettende rotzooi. Zeg mijn kind. Ik had niet anders verwacht hoor. Maar mijn kind heeft dat nog gezegd. Want het is zo'n puinhoop. Ze liet een fotootje zien dat die moeder had aan een stukje van de woonkamer. Ja, leuk ingericht. Van, nou, dat is een leuk plekje. En dan kan je zitten als de zon schijnt. En dan kan je daar heerlijk een boekje lezen. Dus ik zag dat zo aan. En dacht, oh ja, dat kan. Ja, zei ze. En de rest van de woonkamer is een rampage. Ik zeg, rampage? Ja, zei mijn dochter. Ik weet dat dat geen Nederlands is. Maar ik vind het wel een treffende aanduiding. Van de toestand van de woonkamer. Ja, wat wil je anders? Zo iemand met een gecompartimentaliseerde geest.
één grote bende. En iedereen denkt dat het een geweldige, moderne vrouw is die midden in het leven staat. En nou, als een vriendin van haar, die kwam naar mij toe. Toen woonde ik daar nog, ik sliep op de bank, maar ik woonde daar nog wel. En dan kwam die vriendin van haar de keuken binnen, waar ik een checkje zat te roken. En die zei van, nou zeg, jouw vrouw heeft het er wel heel erg moeilijk mee dat jij wil scheiden. Ik kijk die vriendin aan. Ik zeg, ik scheiden? Ik wilde dat helemaal niet. Dat wilde zij. En die vriendin die kijkt me zo aan met van die grote ogen. Hij draait zich om en loopt weg. Ik denk, ja. Ja, wij hebben dat niet in de gaten. Hè? De omgeving heeft het niet in de gaten. Hoe erg die moeder eraan toe is. En als die moeder gaat spreken, ja, ik zou er geen gelijk geven en ik zou er geen ongelijk geven. Ik zou er gewoon laten spreken en onderwijl denken van, goh, hoe laat gaat de bus ook alweer? Was het nou 10 voor het heel of 10 over het heel? Denk maar aan leuke dingen. Als zij spreekt, dat heeft geen enkele inhoud. Dat kan niet. In een gecompartimentaliseerde geest, dat slaat nergens op. En vroeger had je van die utilities en dan kon je je harde schijf, kon je dan heel veel delen. Nou, het ene deel kon je dan voor dit gebruiken en het andere deel voor dat gebruiken. En heb je nog een compartimentaliseerde harde schijf. Dat is helemaal niet handig. Ik heb er nog nooit een toepassing van gevonden. Maar ik dacht van, nou, daar is het nou handig voor. Nee, dat is helemaal niet handig. Je hebt één harde schijf. Klaar. Ja, maar die moet je dan wel defragmenteren. Ja, inderdaad. En een Mac doet dat automatisch. En je moet hem niet te vol proppen, je harde schijf. Punt 1. Niet gelopen twist op de vierkante centimeter. Dus gooi je oude rotzooi weg. Erg belangrijk. En mensen met een jeugdtrauma die... Die zitten dan helemaal vol met oude rotzooi. En haar vader, die naar mijn mening de hoofdschuldige is, hè, van dat trauma. Die is inmiddels, als hij naar het toilet gaat, dat kan hij nog zelfstandig. Maar dan moet zijn vrouw, die moet daarna dan naar het toilet met een emmer en een rotzooi, hoor, stront en pisruimen. Ja, het werkt allemaal niet meer zo lekker bij hem. Hè? Hij heeft 2 of 3 hersenbloedingen gehad. Is niet echt meer aanwezig op deze wereld. En ik weet niet precies hoe oud hij is, maar ergens in de... Ja, hij is niet zo heel oud. Ik weet dat hij met pensioen ging. En dat hij... Nou, misschien, hij is niet met zijn 65ste met pensioen gegaan. Je zou kunnen zeggen, een boontje komt om zijn loontje. Daar zat ik eigenlijk naar te zoeken. Dat hij... dat deze laatste jaren voor hem, dat zijn niet zijn gloriedagen. Het wordt pijnlijk. En zijn dood ook. Vroeg mijn tante Til aan mij, van, geloof jij in de hemel? Nou. Maar ze overviel me een beetje met die vraag.
Ik heb me daar niet zo mee bezig gehouden. Hè? In mijn leven. Ik heb wel het Tibetaans dodenboek gelezen. En, nou, ik weet de uitspraak van Christus Jezus. Die zegt van als jij bij leven je talenten niet aanwendt. Dan beland je in de plek van het eeuwige geweeklaag en tandengeknars. Waarmee hij bedoelt na het leven. Dus bij leven kan je je talenten aanwenden. En als je dood bent, niet meer. Ik heb naar mijn mening mijn talenten aangewend. En achteraf kun je zeggen van ja, je had de afgelopen jaren niet zoveel moeten suipen en zo. Maar dan denk ik van ach, waarom? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, wat heb je dan meegemaakt? Nou, ja, allemaal van die toffe dronkenmans avonturen tussen aanhalingstekens. Maar ja. Ja, ik vond het wel leuk. Een keer kwam ik terug uit de stad. Ja, ik was 's middags al begonnen met zuipen. En ja, toen had ik nog wat op mijn bank. Ik heb dus eigenlijk al mijn spaargeld erin gesopen. Want ik factureerde helemaal. Ik had zo'n lopend bedrijfje. Inmiddels heb ik die handel eraan gegeven. Helemaal weg. Gewoon, niet eens dat ik er geen zin meer in had, maar ik wil wat anders gaan doen. Dat wil ik. Ik wil niet meer zo vechten tegen de bierkaai. Anyway, ik zat dus lekker mijn spaargeld op te suipen. En ik kom terug uit de stad en daar heb ik rondjes gegeven en rode wijn gedronken en schaak gespeeld en wiet gerookt en kortom, party toe toe toe. En ik was dronken, jongen. En ik kon bijna niet meer lopen. Ik was zo zwaar in de benen. Ik denk van fuck man, straks val ik om en dan, ja, en dan gaat mijn bril kapot, weet je. Kom, ik ga even liggen. En ze waren hier aan het bouwen. Een of ander braakliggend stuk land. Daar hadden ze van die grote kiezels ingestort tegen het onkruid. Dus ik ging op die kiezels liggen. Er viel dus niemand lastig. Hè? Het was een braakliggend stuk grond. Volgestort met kiezels. En ik ging op die kiezels liggen. Van, nou, even een paar seconden. Even ja, rood in, blauw uit. Even tot rust komen en dan gaat het wel weer. Hè? Stopt er een politieauto. En die mensen, meneer, wat is er aan de hand? Ik zei, nou, ik ben ontzettend dronken. Ja, meneer, maar dat kan niet. Dit ziet er niet uit. Ik zei, ja, dat snap ik ook, ja. Ik zei, wat nu? Ga ik naar de gevangenis? Nee, want dat hadden ze wel moeten doen. Ja, openbare dronkenschap is, denk ik, verboden, hoor. Maar ik was heterdaad. Nee, zeiden ze, wij brengen u even naar huis. Ik zei, oh. Ik zei, ja, dat is hier om de hoek. Oh, zeiden ze, dat maakt niet uit. Kunt u nog opstaan? Ik zei, ja, wel degelijk. Dus ik werk mezelf overeind. En ik werd zo begeleid naar die politieauto. Ik mocht lekker achterin zitten. En dan was dus 50 meter naar rechts en 10 meter naar links. Ik zei, ja, hier is het. Oké, meneer, wel thuis en wel te rusten. Ik zei, dank u wel. Ik heb er net niet gezegd, tot de volgende keer. Een gratis taxi voor het laatste stukje. Ja. Hele aardige mensen, die politieagenten. Dus ik heb niet zoveel spijt van mijn zuiperij. En mijn talent, ik kan heel goed omgaan met kinderen, heb ik dus gemerkt. Kinderen waren helemaal wauws van mij. En ik kan verschrikkelijk goed computers programmeren. Dat heb ik ook gedaan. Een heel mooi programma geschreven. En dat programma dat werkt momenteel. Naar volle tevredenheid van een hele hoop mensen.
Wat tientallen mensen werken ermee. Ik factureer die mensen niet meer. Dat wordt gefactureerd door een ex-collega van mij. En die mag die poen ook hebben. Dat maakt me niet uit. Ik weet dat die software deugt. Dus, ja, me happy, snap je? Maar dan kijk ik naar de moeder van mijn kind en denk ik, ja, meisje. Wat heb jij uitgevroten, hè? Yeah? Jij had je toen, 11 jaar geleden, onder behandeling moeten laten stellen. En de tweede kind moeten laten komen. En niet als een malloot, als een bezurk. Lopen beweren dat ik degene was die zich onder behandeling had moeten laten stellen. En dan zelf maar lekker doorgaan met je miserabele leven. Want het doek gaat vallen voor die vrouw. Vertelde mijn dochter ook dat nu is die vader dan, die de oorzaak is van het jeugdtrauma van de moeder van mijn kind. Ja, die zit nou thuis en die moeder die krijgt wel een beetje thuiszorg, maar daar word je ook niet echt blij van. Dus dan moeten de kinderen bij springen. Ja, zegt mijn dochter dan tegen mij. Ja, mama en oom Huppeltje Pup, dus haar broer van die moeder, die coördineren dat helemaal niet. Af en toe gaat de ene er eens naartoe en die doet dan weer X. En dan gaat die andere er naartoe en die doet Y. En nou, het haakt helemaal niet in elkaar. Dan denk ik, ja, dat is inderdaad het lot. Van die vader. Die heeft nooit geleerd om hoe het is om op een harmonieuze manier te overleggen en dingen samen te doen. Ja, nu is hij behoeftig, want hij piest en poept alles onder. En dan moet hij maar afwachten of er iets gebeurt. Ja, en zijn ega, ja, die is er ook niet meer zo piep. En thuiszorg komt ook maar eens in de week om wat boodschapjes te brengen of whatever. Ja. Want ik neem aan dat die man moeilijk alleen thuis kan blijven. En hoe moet die moeder dan boodschappen gaan doen? Ja. Of zijn vrouw dan, hè? Ja, het is me wat. En mensen met een jeugdtrauma, met hoe vervelend ze doen, hè? Ze pesten. Dus echt. Dr. Strangelove. Dr. Merkwaardige Liefde. Dus juist degene die afhankelijk zijn van ze en waar ze om zouden moeten geven. Zo. Waar ze tijd en aandacht in zouden moeten stoppen. Juist die gaan ze pesten. Heel vervelend is dat. Dat deed die man ook. Hè? Die nou dus seniel en zijn poep en zijn pies niet meer onder controle heeft. Hè? Die flikte het om de sleutelbos van zijn ega. Als hij dan ergens. Dan zag hij dat hij zijn sleutelbos op het dressoir lag. En dan pakte hij die sleutelbos en dan deed hij een van de lades van het dressoir open. En dan legde hij hem achter in de lade. En dan ging hij de krant zitten lezen en dan kijken wat er zou gebeuren. En dan die vrouw helemaal in paniek. Ja, we zijn mijn sleutels, we zijn mijn sleutels. En hij zo van achter de krant. Ja, dat krijg je ervan hè, als je zo'n slordervos bent. Dat soort dingen heeft dus de moeder van mijn kind, dus zijn eigen dochter, die heeft dat gezien, dat papa dat deed. En dat soort dingen deed ze ook naar mij toe en naar haar eigen kind toe. Bizar hoor. En daarom moeten die mensen er wat aan laten doen. Voor het te laat is. En de moeder van mijn kind die heeft al zoveel rotstreken uitgevroten. Dingen als dat mijn kind dus geen winterschoenen kreeg. Dat ik dus tegen dat kind zei, ja, jij moet winterschoenen en anders krijg je ze maar van papa. Ja, maar mama krijgt alimentatie en mama moet het voor me doen. Ja. Ja, mama deed het gewoon niet. Hetzelfde geldt ook, gold ook voor een winterjas. Kreeg mijn dochter ook niet. Een bankpasje. Voor de kleedgeld kreeg mijn dochter ook niet.
Ze had last met in de klas om op het bord te kunnen kijken. Ze heeft min qua bril. Ja, dan moest ze naar de opticien even te laten meten. Maar die moeder maakte geen afspraak. En ik iedere keer maar vragen aan mijn kind. Van, heeft mama al een afspraak gemaakt bij de opticien? Ja, dat doet ze heus wel hoor. Ik zei ja, we zijn alweer 3 maanden verder. Hè? Ja, mama heeft gezegd dat ze de volgende week gaat ze kijken of ze een afspraak kan maken. Nou, en dan 2 weken later vraag ik er weer aan mijn kind. Van, heeft mama een afspraak gemaakt? Nou, ze heeft heel druk gehad, zei ze. Ja. Dat duurde meer dan 1,5 jaar. Dat is mishandeling van kinderen. Er was een keer was ik bij een vriendin, een kennis, in Westervoort. Dat is hier vlakbij. Die zat een beetje in de knoopert. En ik had daar al 1 nacht geslapen. Gewoon slapen. Geen henky-panky. Zo. Dat was heel gezellig. En ik zou naar huis gaan, want ik had hier ratjes. Vanwege het feit dat ik een kind in huis had. Dus dan kwam hij dan 2, 3 dagen in de week. Dan zie je die ratjes. Dat was erg leuk, gezellig. Maar die ratjes moesten verzorgd worden. Een beetje water, een beetje eten. Dus ik zei tegen die kennis, van, ik moet vanavond moet ik echt weer terug naar Arnhem. Die ratjes te verzorgen. En dus hij zei van, dan kan jouw kind dat niet even doen. Want ja, ik woon vlak in de buurt van waar zij woont. Met opzet. Ja, eigenlijk heb je wel gelijk. Het zijn haar ratjes, op slotverrekening. Dus ik bel mijn dochter op. En die zegt van, oké, ja, dat kan wel. Alleen mama is er vandoor op mijn fiets. Dus de fiets die ik voor mijn dochter heb geregeld. Die had de moeder even ingepikt. Want de eigen fiets van de moeder, die was kapot of zo. En dan heeft die moeder zoiets van, dan neem ik toch gewoon de fiets van mijn kind. Ja, ik kan wel helemaal naar de fietsenmaker gaan om... Maar waarom? Ik pik gewoon de fiets van mijn kind. Ik zei, Ik zei, en hoe laat komt mama terug dan? Het was toen al 7:30. Hè? Nou, zei ze, tussen 6 en 7 zouden we hier gaan eten. Dus ik moest op tijd thuis zijn. Ik moest er om 6:15 zijn, uiterlijk. Want om 6 uur gaan we, tussen 6 en 7 gaan we eten. En ik heb haar nog niet gezien. Ik zei, het is al 7:30. Ja. En het ging al schemeren. Nou, toen belde ik om 7:45 nog een keer. Toen was het echt al aan het schemeren. Toen zei ik, hoe is het nou? Ja, ze is nog steeds niet thuis. Ja, en inmiddels was het al dermate donker aan het worden... dat ik dus tegen mijn kennis zei van... ik wil dat kind niet in het donker over straat laten gaan. Het kind was toen 13. Toen hebben wij er een mouw aan gepast en zijn we met z'n tweeën naar Arnhem gegaan, naar mijn woning. Het liep allemaal, het kon allemaal wel. En wel een beetje gek verhalen. Dus ik later aan mijn dochter vragen, hoe is dat afgelopen? Nou, zei ze, om 7:15 toen jij net gebeld had, toen ben ik naar de keuken gegaan daarna, want ik had hartstikke honger. Daar heb ik voor mezelf maar wat klaargemaakt, pasta met pesto. En om 8:45, 9 uur kwam mama thuis met 2 dozen met pizza's erin van de supermarkt. En die riep als eerste, doe de oven maar aan, want we zijn te laat. Schiet maar op, snel de oven aan doen. Nou, zei ze, toen ben ik heel hard naar de keuken gehold. Heb ik heel snel de oven aangedaan. En toen ging mama de 2e pizza uitpakken. En toen zei ik, dat hoeft niet, want ik heb al gegeten. De oven is aan, dan kan je je eigen pizza inzetten. Maar voor mij hoef je verder geen zorgen te maken, want ik heb al gegeten. Ik zei, was je toen niet boos op je moeder? Nee, zei mijn dochter. Want toen ik zei dat ik al gegeten had, toen kreeg zij een aanval van migraine en misselijkheid. En toen kon ze zelf dus niet meer eten, van de misselijkheid. En dat vond ik straf genoeg. Daarom moet je als persoon met een jeugdtrauma er wat aan laten doen. Want anders ga je dus je eigen kinderen, of je omgeving, of je man, of je partner, zo behandelen. Dat is onacceptabel gedrag.
Dus asociaal. En dan kan je zeggen, ja, maar Perry, wat jij hebt meegemaakt met die vrouw, dat is extreem hoor. Dat soort verhalen heb ik niet gehoord. Nou, dat kan heel goed zijn, omdat mensen die dat meemaken, zich daar dermate voor schamen. Dus in mijn positie dan, hè? Dat je je zo schaamt voor het gedrag van je partner, dat je het daar liever niet over hebt. En daarom heb je er nooit wat van gehoord, snap je? Maar ik schaam me daar niet voor. Ik heb zelfs medelijden met die moeder. Ik vind het een zielig persoon. Ik ga niet meer met haar om. Dus ik zou niet weten waarom. Ik heb haar niks te vragen. Ik heb haar niks te vertellen. Dus waarom zou ik met haar omgaan? En met haar een afspraak maken? Nou, liever niet. Want voor hetzelfde geld grijpt ze dat aan om mij een hak te zetten. Dan krijg ik weer van die pesterijen. Nou, geen zin in. Zij is verslaafd aan het pesten en andere mensen dwars te zitten. Ze heeft nu dan een nieuwe vaste vriend. Ja, ik kan ongeveer invullen hoe het voor die man is. Maar niet leuk, neem ik aan. Als die man deze uitzending zou horen, wat niet zal gebeuren hoor. Het gaat mij er niet om een rel te trappen in de persoonlijke omstandigheden van wat voor mensen dan ook. Het gaat mij erom dat ik jullie vertel over wat er aan de hand is. Met dingen als een jeugdtrauma. En dat degenen die dat jeugdtrauma hebben, een verantwoordelijkheid hebben. Zeer zeker als ze zelf verantwoordelijk zijn voor een kind. En heb ik net verteld van Christus Jezus zijn verhaal over het verhaal van de talenten of zo. Met het geweeklaag en tanden geknars en dat ze buiten geworpen zullen worden. Dat is het. Maar daarin is Christus Jezus niet de enige. Ik heb hier een boekje in huis van de... Het komt uit de theosofische hoek. Er beginnen gelijk allerlei bijbelgelovende christenen te kakelen. Van, oh! Maar niet alles is even ellendig wat die jongens en meisjes hebben opgeschreven. Het boekje heet Occulte Verhalen. Als ik het nou had voorbereid, dan had ik het boekje nou voor me liggen, maar dat heb ik dus niet. Ik bedenk het nou zo in één keer dat ik dat boekje heb. Daarin staat ook een verhaal over de dood, meerdere over de dood. En dat er wel degelijk zoiets is als de grote afrekening. En dat het niet anders kan. Volgens de Theosofen dan. Hè? Het Tibetaans boek der doden. Het Tibetaans dodenboek vertelt hetzelfde verhaal. De grote afrekening komt bij de dood. En iemand als die teller van de familie Hein. Ronald Hein, toch? Die hockey heeft gespeeld. Die Oibibio heeft opgericht. En toen heeft hij het Oininio genoemd. Kijken of dat helpt. En toen ging hij toch nog failliet. Een hele aardige jongen. Man. Hij is iets ouder dan ik. Die zegt ook hè, dat moraliteit telt. Bij leven dan, hè? Christus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Waarmee hij bedoelde dat jij dat ook moet zijn. Je moet gelijk worden aan hem. Je moet zijn woord in je hart laten.
Christus in je hart laten. Zo heet dat. Je moet moreel zijn. Bij leven. En dat kan je niet als je in de rondte loopt met een woede, met een verdriet over dingen die lang geleden zijn gebeurd en die jij nog niet onder ogen hebt willen zien. De moeder van mijn kind die heeft een keer gezegd van ja, maar mijn ouders deden ook hele leuke dingen, want ze gingen bijvoorbeeld vaak met ons naar een museum. En daar heb ik toch heel veel van geleerd. Ja. Maar vergeleken met al die andere zaken die die man heeft uitgespookt. Ja. Hij heeft het sleutelbeen gebroken van zijn oudste, ja, van haar. Ja, dat is een behoorlijke map geweest, hè? En dan kan je wel zeggen van, nou ja, ik heb je sleutelbeen gebroken en hier heb je een lolly. En wat je dan ziet aan de moeder van mijn kind is dat ze door godganse tijd naar een musea wilde. Ja, ik vind daar geen biet aan, hoor. Ik vind het wel leuk, hoor, voor een keer. Maar zij, die hield het allemaal in de gaten. Oh, er gaat een nieuw museum open. Oh, daar moeten we naartoe. Dan heb je ook nog dingen als het Speelgoedmuseum en het Stenenmuseum en het Afrika-museum. En... jeetje, man. We zaten bijna iedere maand in een museum. Ja, en dan vind ik echt, dat vind ik echt geen zak aan. Te meer als ik dan in een museum was. Ja, zij moest dan zo nodig. En dan vond ik dan een schilderij erg mooi. Ik vind bepaalde dingen vind ik erg mooi. Magisch realisme vind ik mooi. En kubisme vind ik heel mooi. Er zijn nog meer kunstvormen die ik erg mooi vind. Dat moderne gedoe met... ja, wie is er bang voor? Wat is ook weer? Red, white and blue of zo. Dat vind ik een ongelofelijke homo-schilderij, hoor. Dat is een uitgestippeld. Eigenlijk, ik wil er niet eens over hebben. Zo lelijk. Zo vaag. Zo, hè? Maar magisch realisme vind ik erg mooi. En het pure realisme, dat vind ik ook erg mooi. Pieter Koch vind ik mooi. En Willink vind ik mooi. Bepaalde dingen van de Haagse school vind ik mooi. Nou, dan sta ik een tijdje te kijken naar zo'n schilderij en dan heb ik alle dingen naar mijn mening gezien. En dan draai ik me om en dan is zij pleiten met het kind. En dan kan ik maar gaan raden waar ze nu mee naartoe zijn. Ja. Tot we uiteindelijk een keer moesten we weer naar het museum. Het Cobra Museum in Amstelveen. En toen zei ik tegen haar. Van, ga jij maar lekker met het kind kijken naar wat je leuk vindt. Ik ga mijn eigen gang. En we zien elkaar over anderhalf uur. In de restauratie of in de kantine. Voor wij dat. Dan gaan we koffie drinken en appelgebak eten. Goed? Hou je mobieltje in de gaten en dan bel ik je wel. Of jij belt mij. Was ze boos, man. Want het ging haar erom. Dan zag ze dat ik dan ergens stond te kletsen. Of te kletsen, stond te kijken. Dat ik niks in de gaten had. En dan zei meteen met de kind. Oké, dan gaan we nu weg. Dat is gewoon pesten. Ja. En die pesterijen, die staan op haar konto. En ze had er wat aan moeten laten doen. Punt. Heeft ze niet gedaan. Consequenties zijn voor haar. Nou, dit was een mooie over het wat je moet doen als jou een jeugdtrauma is overkomen. De volgende die ik ga doen. Ik ga even lunchen. Het is 12:15.
Dat gaat over het voorkomen van jeugdtrauma. Dus dit wordt dan weltschmerz, jeugdtrauma genezen. En dat je dat moet doen. En dat er therapieën voor zijn. Er is veel studie naar gedaan. En dat kan gerepareerd worden. Er zijn verschillende methoden voor. En die ga ik nu niet oplepelen, want daar weet ik te weinig van. Ja? Ik weet alleen maar dat er therapieën meerdere zijn. En ben jij bereid om de boel aan te pakken? Dan meld je maar bij je huisarts en vraag maar. En wil je expliciet vragen naar behandeling van trauma. Jeugdtrauma. Ik weet zonder meer één arts. Ja, ik mag zeggen artiest, zou ik zeggen. Arts in Nederland die dat kan. Als je het wil weten, want die naam kan ik wel voor je achterhalen. Dan moet je me even reageren op deze uitzending. Dan vraag je hem even, dan zoek ik het voor je op. Ja? Die volgende gaat over het voorkomen van een jeugdtrauma. Jij als ouder, hoe je dat moet doen. Hey, dank jullie wel voor het kijken. En voor de aandacht. Ja? Dit was een heel serieus onderwerp en dat moet aangepakt worden. Deze etter toestand mag je niet door laten etteren. Want etter geeft etter. Ja? Op zijn hamburgers, heel respectvol en uit liefde. Uit tijd en uit aandacht dus. Zaak hier. Tjus. En dag lieverds.